De politie heeft vannacht meerdere keren moeten ingrijpen bij ongeregeldheden in een asielzoekerscentrum in Zaandam. Het eerste incident gebeurt rond middernacht, een kleine ruzie tussen twee vluchtelingen. Volgens de politie valt dit allemaal nog wel mee. Maar een uurtje later slaat de vlam in de pan door overlast in de slaapzaal. Een man maakt daar enorme herrie. Hij zou dronken zijn en drugs hebben gebruikt. En er wordt gevochten. He came inside one of the room and want to awake one of his friend and with a loud. And he told I do that and no one can stand in front of me and I'd like to do whatever I'd like. De beveiliging raakt erbij betrokken. Zij willen de dronken man laten ontnuchteren terwijl ze wachten op de ambulance. De man wordt meegenomen, maar dat accepteren de medebewoners niet. Zij staan erop dat ze mee mogen. De ambulance komt wel, maar er hoeft uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis. En er wordt er ook niemand gearresteerd, want het is voor de politie niet duidelijk wie welke ruzie begon. In het AZC is het trouwens niet toegestaan om alcohol te drinken, maar daarbuiten natuurlijk wel. Zo kan het dus zijn dat bewoners dronken het terrein opkomen.